Goedemorgen. De FIA is druk bezig met haar onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Autosportbond hoopt op 3 februari het onderzoek afgerond te hebben. Ja, het zal niemand ontgaan zijn dat er via een onderzoek is gestart naar aanleiding van de gebeurtenissen in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. Hamilton leek de race betrekkelijk eenvoudig te gaan winnen. En de champagne bij Mercedes stond al om pop te worden. Maar ja, toen de safety car op de baan verscheen, kon die fles wel weer terug in de koelkast. Max Verstappen mocht van wedstrijdleider Michael Masi weer aansluiten achter Hamilton en kreeg zodoende bij de herstart een nieuwe kans om de zegen en dus de titel te pakken. Verstappen die greep natuurlijk deze kans met beide handen aan en hierdoor bleven Hamilton en Mercedes verslagen achter. Zij eisten dan ook een onderzoek van de FIA en deze hoopt de Autosportbond op 3 februari afgerond te hebben. Ja, Sky Sports weet te melden dat de formele kant van het onderzoek afgelopen maandag van start gegaan is. Ja, het onderzoeksteam gaat alle betrokkenen, waaronder ook wedstrijdleider Michael Masi, uithoren. Maar dit geldt ook voor alle stewards, de coureurs en de teambasis, zo meldt de Britse bron. Ja, dat betekent dus ook dat Verstappen zich op het kantoor van de FIA zal moeten melden om zijn kant van het verhaal te vertellen. Ja, wat eruit het onderzoek van de FIA komt, lijkt uitermate belangrijk te zijn voor Hamilton. Want ja, de geruchten gaan dat hij zijn toekomst in de Formule 1 af laat hangen van de uitkomst van het onderzoek. Hamilton en Mercedes die willen dat de via ingrijpende wijzigingen door gaat voeren, iets dat de autosportbond al deels heeft gedaan door Masi en tombasis van hun cruciale positie als leider van de eenzitters af te halen. Want Bayer neemt namelijk dit stokje voor het nieuwe seizoen over. Ja, of Hamilton doorgaat in de Formule 1 bij het team van Mercedes lijkt dus in februari duidelijk te gaan worden. Een via woordvoerder zei dat het onderzoek grondig, objectief en transparant zal zijn bestuursorgaan verwacht het proces uiterlijk op 3 februari af te ronden voor de volgende vergadering van de World Motorsport Council. Zo schrijft Sky Sports. De uitkomst van de beoordeling door de FIA wordt gezien als de sleutel tot de oplossing voor Hamilton dan. Het vorige nieuwtje hebben we het al even kort benoemd. Maar de FIA heeft inderdaad wat wijzigingen doorgevoerd. Het heeft haar nieuwe organigram gedeeld en de naam van Michael Masi die ontbreekt namelijk. Peter Bayer zal vanaf komend seizoen verantwoordelijk zijn voor de Formule 1, 2 en 3. Ja, Masi was dat vanaf 2019 samen met Tom Basis. Maar dat wordt dus nu op de schouders van Bayer gelegd. Ja, de grootste verandering is toch wel dat de naam van Jean Tot ontbreekt, al was dit natuurlijk geen verrassing. Want de Fransman was vanaf 2009 actief als FIA-president en werd in december vervangen door Mohamed Ben Suliem. Ja, de 60-jarige die staat aan het roer bij de FIA en de motorsportafdeling zal onder Bayer vallen. En het eerste gedeelte van de wintertest, die wordt afgewerkt in Barcelona, die zal zonder publiek zijn. Coronamaatregelen die zorgen ervoor dat er geen publiek wordt toegelaten. En ook een verslag via F1 TV Pro zat er niet in, maar van de tweede testsessie in Bahrein wordt er wel verslag gedaan. En is te volgen via de streamingsdienst van de Formule 1. Goed, dat was hem dan het GPFans nieuws van de donderdagochtend. In de middag zijn we er weer met een gloednieuwe GPFans special die niet door mij gepresenteerd wordt, maar door Brian. Ja, wil je dat niet missen, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en dan zien we je vanmiddag weer. Tot dan! Hoi!